Je vindt het zwervers, je vindt het mensen die niet werken. Hoe weet jij dat eigenlijk? Nou, anders kun je niet 3 weken daar staan. Ja. Dan wordt het wel lastig. Ja. Dat is wel waar. Nieuws. Gaat werken. Ja, Chris, ik sta hier tegenover Slans grootste Extinction Rebellion fan. Ja, bijna wel. Ja. Nee, totaal niet. Alles behalve. Ja. Niets nutten. Maar wat denk jij erover? Want jij bent viral gegaan. Ja. Een week geleden met een filmpje dat je naar een Extinction Rebellion demonstratie was gereden. Kun je mij zo even uitleggen van A naar B, hoe is dit precies gegaan? Nou, ik wou de snelweg op. Ik was net spullen wezen halen voor mijn werk. En die Mongolen staan er weer. Ja. Alles af te sluiten en te doen. En jij was best wel ver doorgereden. En toen? Ja, en toen sprong zo'n Mongool voor mijn auto en die wou me tegenhouden. Ik kwam hard op mijn auto en ik wilde die vieze handen niet op mijn auto hebben. Wat doe je nou? 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 Moet je maar zitten? Moet je maar zitten? Politie! Wat doe je nou? Wat doe je nou? Wat dacht je toen zo'n man op je auto lag, of vrouw? Dat hij op moest rotten. Gewoon wegwezen. Ja. Niet om oud zitten. Dat is duidelijk. Ik werkte voor, hij niet. Die verdomme lekker gaan werken, kankzwervers. Nee, ik ken helemaal niks. Ik moet gewoon met je kank nou van mijn auto afblijven. Begrepen? Gewoon van mijn auto afblijven. Toen jij daar stond, kwam een politiemeneer naar je toe en die zei waarschijnlijk dat je weg moest. Maar hoe ging dat gesprek? Ja, dat gesprek ging gewoon dat ik een paar punten aanhoudde van de coronademonstraties en dit en dat. Moet jij even coronademonstraties herinneren? Wil je daar beelden van zien? Maar dit mag al 2 weken aan de gang gaan. Van wat? 3 weken. Hij zegt, ja, wij staan hier ook niet achter. Ik zeg, maar waarom doen jullie er niks aan dan? Nou, wij hebben gewoon de opdracht gekregen om het zo te laten lopen. Ja, dus de politie heeft de opdracht gekregen om het vreedzaam te laten verlopen? Ja, vreedzaam of die gasten de gang te laten gaan. Jullie doen hier geen kant, er is al 2 weken aan de gang, er wordt helemaal niks aan gedaan. Er zijn mensen die werken. Dit is de verkeersveiligheid, jullie zijn voor de verkeersveiligheid, toch? Waarvoor doen jullie niks dan? Weghalen! Als wij hier staan te demonstreren, worden we kapot geslagen. En dit mag al 2 weken, is niet waar. Maar zou je het fijner vinden als die mensen dan heel hardhandig worden behandeld? Dat is toch ook nee, niet fijn? Nee, ze moeten gewoon daar niet gaan zitten. Ze moeten niet werken Nederland het leven zuur gaan maken. Want wij werken om hun uitkering te betalen. Want waarom voel jij zoveel woede naar Extinction Rebellion? Zoveel woede, de staatsmongolen zijn het. Ze hebben gewoon niks anders te doen de hele dag dan ons het leven zuur te maken. Wij werken ons eigen de pestpleurers en hun staan daar maar te niksen. Ja. Je kan ook denken, je kan het ook gewoon negeren. Hoezo negeren? Nee, dan geven ze alle ruimte. Wat ook gebeurt door de politiek, die geven hun alle ruimte om maar wat te doen. Ja. Ze moeten gewoon wegwezen. Nederland moet gewoon laten zien wie de baas is. En niet een stelletje van de hersenlozen zijn de baas. Nee. Want waarom denk je, het is wel natuurlijk waar, Extinction Rebellion krijgt over het algemeen in de media en ook door de politie best wel de vrije loop. Hè. Ze worden wel elke keer met een waterkanon weggestuurd, maar ze mogen er blijven staan. Opstandje Druiper. Wat zeg je? Opstandje Druiper, de waterkanon. Lijkt wel een plantenspuit wat ze eroverheen gaan. Maar de coronademonstratie stond hij op een standje hersenbreuken en nu staat hij op een standje Druiper. Ja. Nou, ik vind het gewoon bullshit. Er is niet 1 bekeuring uitgedeeld bij hen. Ze mogen de snelweg oplopen. Loop jij de snelweg op, krijg je een boete voor €450 of iets in die richting. Ja. Heb je het gevoel dat er wordt gemeten met 2 maten? Ja, zeker. Zeker wordt er gemeten met 2 maten. Wat is jouw doel? Want je bent er nu een aantal keer langs gereden. Je vindt het zwervers, je vindt het mensen die niet werken. Hoe weet jij dat eigenlijk? Nou, anders kun je niet 3 weken daar staan. Ja. Dan wordt het wel lastig. Ja. Dat is wel waar. Ik krijg geen 3 weken vrij van mijn baas om op een snelweg te gaan zitten kamperen. Toch rij jij wel een elektrische auto. Doe puur voor Chris. Doe puur hypocriet. Voor mijn puur voor mijn portemonnee. Omdat die brandstofprijzen zo belachelijk zijn hier. Ja. Ik heb lekker een laadpaaltje daar zo. Dus ik laat hem lekker zelf op. Ja. Ik ga geen €2,20 betalen voor een liter benzine. Zou je het niet ooit een keer leuk vinden om mee te gaan naar een Extinction Rebellion demonstratie en toch wat meer in hun belevingswereld te komen? Nee, sta ik liever aan de andere kant om ze lekker van de snelweg af te meppen. Oké, duidelijk. Ja. Nee, totaal geen behoefte aan. Okay. Heb je nog een boodschap naar mensen die daar nu toch zitten? Ja, ga werken. Ga een baan zoeken. Ga vlees eten. Waarvan akte. Dankjewel, Chris. Graag gedaan. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!